Soelie, het is weer maandag. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. We zitten in een nieuwe high-tech studio. We worden automatisch geschakeld op dit moment. Het is even wennen allemaal, hè, hoe het hier gaat. Automatisch geschakeld. Ik zit hier al 3 kwartier te wachten tot het opname kan beginnen. Ik weet niet hoe automatisch dat dan is, maar... Ja, zo kan je het ook bekijken inderdaad. Ja. Maar ik ben heel blij. We zitten aan een tafel. Er is licht. Jij ziet er bleek uit, dus top. Ik ook. Niet. Ja, ik ook. Ja, jij ook. En ik ben heel benieuwd waar we het over gaan hebben. Ik heb even in de coulissen gezeten. Even moeten wachten. Ik heb een stem, dus ik had geen stem. Dus ja, ik ben opgeknapt. We zijn allemaal ziek geweest thuis. En nu ben ik weer tussen de mensen. Hoe ziet een zieke Soelie uit? Die ligt op de bank en die doet niks. Ik heb niet eens Schoolboy kunnen kijken, zo ziek was ik. Serieus? Ja, ik was echt eventjes uitgeschakeld. En dan op een gegeven moment werd ik wel weer wat beter. Maar ja, dan begint meteen Pieter te bellen of ik stukken kan tikken. Dan denk ik, ik ben ziek. Weet je wel, de slavendrijvers. Dat heb je gezegd. Ik bekijk het even. Morgen, overmorgen misschien. Dus ik heb uiteindelijk gewoon ook nog een paar artikelen getikt voor de VI. Over de trainer van Brentford. Hè. Die hebben er nu 10 duels op rij tegen Arsenal gelijk gespeeld. Thomas Frank heb ik een stuk over getikt. Ik heb een column geschreven. Dus ik heb alweer wat gedaan. En nu zit ik hier gezellig aan tafel. Er werd wat over te doen vanochtend. Jij kwam binnen. En de naam Frenkie de Jong viel al gelijk. Omdat als Frenkie de Jong goed heeft gespeeld. En de Spaanse media vinden dat ook. Dan openen we altijd het Frenkie de Jong journaal. En dan gaan we het over Frenkie de Jong hebben. Daar maakte ik een geintje over. Dus dan verwachtte ik dat we het nu over Frenkie de Jong gaan hebben. Ja. Vandaar dat ik dat zei. Nou, laten we dat dan maar gelijk gaan doen. Barcelona speelde op bezoek bij Villarreal. Frenkie de Jong werd in de Spaanse media El Jefe genoemd. Ja. De baas. Was hij de baas? Wat ik al een aantal weken zie, en jij misschien ook. Kijk, hij speelt nu met Pedri, met Gavi en in dit geval met Frank Kessie. Dat zijn 3 middenvelders die om hem heen bewegen. En wat Frenkie de Jong graag heeft, is dat hij veel spelers voor zich heeft. En dat hij lekker kan zwerven van links naar rechts, van voor naar achter. En je ziet dat tegen Villarreal had hij de ruimte om rond te zwerven. Je zag hem ook, als Frenkie de Jong goed speelt, dan doet hij altijd een hele typische Frenkie de Jong actie. Dat is 1 keer per helft ongeveer met de bal aan zijn voet opstomen. Gewoon op avontuur gaan, bal onder de voet en kijken waar je strandt. En dat gebeurde tegen Villarreal. En dan weet je, oké, hij zit er lekker in. Hij heeft het naar zijn zin. Hij speelt op een manier zoals hij graag speelt. Zoals hij bij Ajax speelde, zoals hij bij Oranje regelmatig heeft gespeeld. En het is toch als Busquets daar niet in de weg loopt. En dat hij dan zijn ding kan doen. En met Frank Kessie een beetje naast hem, voor hem. Zodat hij die ballen ook nog kwijt kan. En dan krijgt hij, dan regent het 8 en 9's voor Frenkie de Jong. En dan speelt hij goed. Maar dit is wel, ik vind dit eigenlijk het niveau wat hij normaal hoort te halen. Dit is zijn niveau. Dus speelt hij dan goed, ja of nee? Dit is zijn niveau, hè? Dit hoort zijn niveau te zijn. Maar is het dan terecht dat hij ook de baas wordt genoemd? Frenkie de Jong praat graag. Dat zie je altijd. Dus wat je in het veld bedoel je? In het veld, ja, in het veld, ja. Dus hij is continu bezig met tegen de scheidsrechter aanlopen lullen. Maar ook tegen ploeggenoten aanlopen lullen. Ik vind dat hij daar in die ploeg nu een zeer belangrijke functie heeft. Op het middenveld met Gavi, met Pedri. Dat zijn jonge jongens. En hij is inderdaad El Jefe, zoals jij zei, de baas. Ja. Regisseur van dit Barcelona. Zo kun je hem wel noemen. En heeft hij dan met Xavi de ideale trainer? Of kun je dat niet concluderen? Kijk, Xavi die is natuurlijk daar op een gegeven moment begonnen. En ja, die is ook tegen Frenkie de Jong aan gaan praten. Je hebt de bal te lang in bezit. Dat was 1 probleem, vond Xavi. Je moet die bal sneller pasen. Positioneel moet het allemaal beter. Dus daar is hij mee aan de slag gegaan. En Xavi heeft ook gezocht naar een ideale samenstelling om Barcelona dynamischer te krijgen. Het moest sneller, het moest directer. En op een gegeven moment is Gavi als een soort aanvallend middenveld erbij gekomen. En sindsdien zie je dat het elftal op het middenveld beter staat. En ook de aankoop, Koundé natuurlijk. Maar ook Araujo, die nu gewoon fit is een seizoen. Mm-hmm. Je ziet ook dat die beter wordt met de week. En je ziet dat het elftal achterin goed staat. Dat Frenkie de Jong zich geen zorgen hoeft te maken. Dat hij achteruit moet kijken. We krijgen veel goals tegen. Nee, de basis staat. En nu kunnen ze directer vooruit voetballen. En daar is Frenkie de Jong belangrijk in. Maar ook Kessie tegen Villarreal vond ik goed spelen. En hetzelfde geldt voor Pedri en Gavi. En het is ook wel lekker als Lewandowski meedoet. Dat zeker, daar gaan we het zo over hebben. Maar ik moest aan jou denken tijdens de wedstrijd. Ja.
Dat is wel gek. Want Pedri scoorde. Ja? Je had een aantal weken geleden heb jij gezegd... Ja, ik maak me toch een beetje zorgen, want die Pedri scoort te veel. Hij begint nu wel heel veel te scoren. Nou, Xavi is daarmee aan de slag gegaan. Hè, met beelden van... Er moeten doelpunten bij komen vanaf het middenveld. En Pedri is natuurlijk iemand die gewoon van nature uit zichzelf goed kan voetballen. Die geeft een bal, hij neemt hem goed aan, hij draait goed weg. En hij speelt uiteindelijk naar een medespeler. En dat kan hij een hele wedstrijd lang volhouden. Alleen geen doelpunten en ook vaak geen assists. En nu heeft Xavi... hem uitgedaagd, zoals Ancelotti Valverde heeft uitgedaagd. Zo zijn er heel veel spelers die uitgedaagd worden. Arteta die Ødegaard heeft uitgedaagd om meer te gaan scoren. Mm-hmm. En dat wordt nu ook verwacht van dit soort sierlijke spelers. Dat hoort bij het moderne... Ja, ik wil het moderne voetbal eigenlijk niet zeggen, want ja, wat is modern voetbal? Maar het is directer en het is meer richting de goal. En dat geldt dus ook voor Pedri. En wat een goal was het, hè? Ja, dat... Was schitterend, toch? Op, uitgespeeld? Ja, de goal zelf, de combinatie. De naam van Lewandowski, ja. Het begon natuurlijk bij Frenkie de Jong. Rafinha, Lewandowski. En de combinatie was snel. Tussen Pedri en Lewandowski onder andere. En hoe de manier waarop hem afmaakt, schitterend gedaan door hem, ja. Geweldig. En wat is jouw gevoel dan op dit moment bij Barcelona? Ook als je kijkt naar de ranglijst bijvoorbeeld. Ja, Real Madrid heeft nog wel een wedstrijd te goed, maar het gat begint wel echt groot te worden. Nou, kijk... Barcelona komt natuurlijk ergens vandaan. Xavi die heeft dat nu met hulp van een aantal aankopen onder controle. En er komt deze week er komen een aantal spannende weken aan. En het is natuurlijk donderdag in de Europa League Manchester United. Waar Erik ten Hag het ook redelijk onder controle heeft. En Manchester United kan natuurlijk deze maand een prijs pakken. De League Cup staan in de finale tegen Newcastle. Dat is ook voor Manchester United een meetpunt. En voor Barcelona is de wedstrijden tegen United dat zijn twee meetpunten. Om te kijken van hoe verhoud je je tegen een topploeg in de Premier League. Qua intensiteit, qua snelheid, qua directheid. Onder die druk. Hoe staat Barcelona er dan voor? Maar ik vind ze een goede indruk maken. En dat je zo weinig goals tegenkrijgt... zegt natuurlijk wel iets over de basis van het elftal. Dat Xavi een bepaalde basis heeft gevonden... van waaruit natuurlijk verder gewerkt kan worden. Het ziet er goed uit. Ik vond het wel een wonder trouwens... hoor, dat Villarreal niet scoorde tegen Barcelona. Ja. Toch? Ja, natuurlijk. Kijk, het... Daarom, het is natuurlijk, je houdt weer de nul, maar als Villarreal 1 of 2 of 3 keer had gescoord zelfs, was niet gek geweest. Drie keer vind ik wel veel, maar 1 of 2 keer had gekund. Maar het gaat er ook om, kijk, we kunnen er zo heel lang over praten. Dit is als Barcelona goed speelt, ze staan bovenaan en ze winnen van Villarreal en ze houden vaak de nul. Dan gaat het, oké, Araujo is goed, Ter Stegen is goed, Christensen is een goede transfervrije aankoop. Middenveld staat goed. Uiteindelijk gaat het erom dat je prijzen pakt. Dat Manchester United die League Cup wint. Dat Barcelona de voorsprong behoudt op Real Madrid. Kijk, Real Madrid heeft deze week gewoon een prijs gepakt. Hè? Ondanks alle kritiek op Ancelotti. Was het beker. De wereldbeker voor clubteams. En dan kun je wel zeggen, ja, hoe belangrijk is zo'n prijs? Maar ze pakken een prijs. Die pakken ze omdat ze ook weer een prijs een half jaar geleden gepakt hebben. Het gaat erom uiteindelijk aan het eind van de rit met een titel... Dan kun je zeggen, we hebben een succesvol seizoen gehad. We hebben een elftal opnieuw opgebouwd. We hebben jonge jongens. Frenkie de Jong is op niveau. We moeten het elftal daar en daar versterken. Alleen, ja, Barcelona heeft natuurlijk ook financiële problemen. Want Sierra de Vos was tijdens de hele wedstrijd bezig met welke spelers er geld waard waren. En wie er verkocht konden worden. En dan ging het natuurlijk over Christensen bijvoorbeeld. Die ze transfervrij gehaald hebben. Die is nu geld waard. En die kunnen ze dan eventueel verkopen. Dus dat blijft natuurlijk wel een beetje een gek element bij Barcelona. Geld, dat gaat ook. Het gaat heel vaak over geld bij Manchester United. Je maakt al een mooi bruggetje eigenlijk natuurlijk in de Europa League straks. Manchester United tegen Barcelona. Kun je al een beetje zeggen wie de favoriet is? Voor deze wedstrijd, ja. Barcelona en Manchester United? Mm-hmm. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. En ik zit ook niet in de betting, dus... En je gevoel? Mijn gevoel zegt Barcelona. Ja? En maar dat is... op gebaseerd? Nou, op het geringe aantal goals tegen, op de vorm die ze nu te pakken hebben. Misschien ook op de stand op de ranglijst en hoe belangrijk maak je zo'n wedstrijd. Ik zag ook bij Manchester United een aantal spelers rust krijgen of niet meedoen afgelopen weekend. Dus ja, ik denk dat Ten Hag ook wel het een belangrijk meetmoment vindt. Ja, het is natuurlijk, Ten Hag zei het terecht, een soort van Champions League affiche, maar dan op een lager niveau. Klopt ook. Wat ook zo is. Want we hebben Manchester United natuurlijk gezien tegen Leeds United. Maar ik vind eerlijk gezegd, het zijn twee clubs die
Manchester United is de afgelopen jaren afgegleden naar een bepaald niveau. Met Ten Hag hebben ze nu een weg ingezet. En datzelfde geldt voor Barcelona. Ik vind eigenlijk helemaal geen Champions League affiche. Het is gewoon een Europa League affiche tussen twee grote namen. Die wel allebei de weg omhoog echt goed gepakt hebben. Je ziet wel dat Barcelona nu een elftal heeft dat kampioen kan worden. Dat Real met dit voor kan blijven. En waar een aantal dingen kloppen. Xavi heeft het echt goed op de rit daar nu. En datzelfde geldt voor Ten Hag, die natuurlijk indruk maakt met Manchester United. En een zeer knappe zege boekt op Leeds United. Ondanks Harry Maguire achterin. Ondanks Luke Shaw centraal achterin in plaats van linksback. En Malasia in het elftal zonder Casemiro. Dus zonder een aantal gevestigde waarden toch een overwinning boeken bij Leeds United is knap. Wat voor een wedstrijd heb jij gezien? Van Manchester United? Van Manchester United tegen Leeds. Een wedstrijd waarin waarin United het lastig had. Maar het verbaast me niet als je naar het elftal kijkt. Omdat als daar een deel van de basis wegvalt, als Casemiro wegvalt, als centraal achterin Varaan en Lisandro Martinez wegvallen en Luke Shaw niet linksback staat, dan valt er zoveel weg. Dan moet er zoveel gecompenseerd worden. Maar kennelijk is de ploeg nu zo ver dat ondanks al die compensaties, dat ze dan in staat zijn om het op 0-0 te houden. En uiteindelijk komt Luke Shaw op de linksback positie terecht. Die gaat naar voren. Summerfield die gaat erachteraan, maar die is te laat. Want de voorzet van Luke Shaw belandt op het hoofd van geweldige bal. Ja, Marcus Rashford. En dat is natuurlijk de speler die nu zo'n groot verschil maakt. Marcus Rashford de afgelopen twee seizoenen en nu dit seizoen is een mega groot verschil. Het is een van de beste aanvallers ter wereld. Maar zomaar vanuit het niets ineens weer. Nou, niet vanuit het niets. Ten Hag heeft natuurlijk een elftal nu neergezet waarin Rashford zich fijn voelt. Dus dit is eigenlijk pas een echte doorbraak. Nou, het is wel interessant. Ik denk als je Marcus Rashford, het fenomeen Marcus Rashford nu gaat bestuderen. Waarom speelt hij zo goed? En dan alles meeneemt, mentaal, tactisch. Dan kom je eigenlijk bij de trainer Ten Hag uit. Wat heeft hij veranderd waardoor Marcus Rashford fluitend naar zijn werk gaat? Want daar gaat het natuurlijk over. Hij parkeert die auto en voelt zich fijn. Omdat er lekker getraind wordt. Omdat hij als persoon serieus wordt genomen. En als voetballer serieus wordt genomen. Dus, want hij heeft het zelf over headspace. Dat was not right. Hij voelde zich mentaal niet lekker als hij naar de club ging. En dat gaat dan niet alleen over dat je een psycholoog nodig hebt. Maar gewoon dat de sfeer zodanig is dat je niet fijn kan trainen. Niet fijn kan voetballen. Je in die ploeg je niet fijn voelt. Je geen plek hebt. Er wordt maar wat gedaan. En sommige spelers hebben behoefte aan een tactische trainer die het zo neerzet. Dat het duidelijk is voor de spelers wat er moet gebeuren. En Marcus Rashford is daar natuurlijk nu een van de speerpunten van dit elftal. Want Ten Hag heeft vanaf dag 1 eigenlijk gezegd, dit is mijn belangrijkste speler. En dat is uitgekomen. Er stond natuurlijk een aantal Nederlanders op het veld. Je noemt al bij Leeds United Crescencio Summerville. Ja. Speelt daar met nummer 10. Speelde tegen Tyrone Malasia. Ja. Wat vond je van hem? Hij heeft natuurlijk onder de vorige trainer, want er is natuurlijk bij Leeds United een trainer ontslagen. En er komt nu een nieuwe trainer eventueel. Schreuder misschien. Maar wat bij hem opvalt, maakt. Ik heb het idee dat bij hem niet zoveel uitmaakt wie er trainer is. Als er maar een bal zijn richting opkomt. En dan begint de actie. Het is echt een actievoetballer. En hij stond nu aan de rechterkant. Maar ik heb hem ook aan de linkerkant zien spelen. En ook door het centrum. Hij zorgt wel voor gevaar. En dat hij voor gevaar zorgt, betekent dat in de tweede helft dat Ten Hag dacht, ja, dit moet ik omzetten. Dit wordt een probleem. En toen kwam Lisandro Martinez erin en ging Luke Shaw eigenlijk op Crescencio Summerfield spelen om dat gevaar in te dammen. Dus betekent dat hij zo gevaarlijk was dat hij Ten Hag en Manchester United dong om een wissel door te voeren. Dus dat zegt wel iets over zijn spel tegen United. Maar het is een opvallende speler die iets kan creëren. Ik denk dat iedereen wel verbaasd is over zijn ontwikkeling dit seizoen. Nou, het is ja, zeker. Omdat je verwacht toch niet dat een speler die is verhuurd aan een keukenkampioen-divisieclub en natuurlijk wat met problemen te maken heeft gehad bij de jeugd, Feyenoord-jeugd, dan naar Engeland gaat. Liefst naar de Premier League. Dat is een competitie waar je als kerel moet staan vanaf minuut 1. Je hebt ze gezien. Gronto natuurlijk ook geweldig, ja, bij Leeds United. Maar dat zo'n jongen op basis van voetbal en techniek kon bovendrijven, betekent wel dat hij wel echt een geweldig, in aanleg een geweldige speler is. Maar dat hij ook snel die knop heeft omgezet. Want je staat echt niet zomaar bij de eerste elf van Leeds United. Als je niet week in, week uit, dag in, dag uit op tijd bent en gewoon goed traint. Dus dat is wel een indrukwekkende ontwikkeling die jongen doormaakt. Ja. Oranje potentie of slaan we dan meteen door?
Ja, dat zijn de vragen die natuurlijk altijd komen als iemand opvalt. Ja, oranje potentie. Ja, als Gakpo oranje potentie heeft, dan heeft deze jongen dat ook. Want in aanleg een veel betere voetballer. Zo dan. Dat vind ik nogal uitspraak, eigenlijk. Ja, dat vind ik nogal een uitspraak. Vind je dat nogal een beetje daarvan? Voetballer dan Gakpo, ja. Nou, ik vind hem, ik qua natuur en aanleg en natuurlijk talent, vind ik hem een veel grotere... hij voetbalt veel makkelijker. Maar dat is niet een heel rare uitspraak, hoor. Oké. Okay. Soms heb je wel rare uitspraken, toch? Soms heb ik wel rare uitspraken, maar in dit geval denk ik dat heel veel mensen mij wel gelijk geven. Cody Gakpo is natuurlijk iemand die in een goed rijend elftal, als Luc de Jong bepaalde plekken inneemt, eerste paal, tweede paal met een voorzet bijvoorbeeld. Of iemand die maakt ruimte voor waar hij kan naar binnen trekken. Maar Cody Gakpo een bal geven en dan zeggen, zoek het maar uit jongen. Dan kun je beter de bal aan Crescencio Summerville geven in de Premier League. Dat is dit seizoen toch ook wel gebleken. Als je die twee gaat vergelijken op basis van geef maar de bal en kijk dan wat er gebeurt, dan kun je de bal echt beter aan Summerville geven dan aan Gakpo. Maar met Gakpo gebeurt er dan weinig. Want die heeft een elftal nodig wat goed functioneert. Hey Sully, we zijn hier aan het opnemen natuurlijk, het rondje langs de buitenlandse velden. Er is heel veel veranderd bij VI. Er is hier heel veel veranderd. We zitten in een ruimte, we zitten hier met het publiek zelfs. Drie man. Ja, we zitten trouwens wil ik nog wel even zeggen, want we zitten natuurlijk nu in... We zijn verhuisd vanuit Utrecht en we zitten natuurlijk nu in een nieuw pand in Amsterdam. Maar daar kom je ook collega's tegen. Hè? Hierna wordt een podcast opgenomen, Undercut. Een GP-blog podcast. Die kun je ook op YouTube bekijken. Undercut. En dan mag jij uitleggen wat een undercut is. Ik heb het net gehoord, maar het ging het ene oor in en het andere oor uit. Ja, dus nou, ik leg het nog wel een keer uit aan jou wat een undercut is. Is goed. Ja. Maar we maken dus ook Formule 1, Formule 1 content. En daar ben ik blij mee, want ik ben een enorme Formule 1 liefhebber. Dat weten niet veel mensen. Nou, dat weten heel veel mensen, toch? Heel veel mensen dat, ja? Ja. Maar ik wou dus zeggen, er is eigenlijk heel veel veranderd. Maar er is ook één ding niet veranderd. En dat is? Dat mensen nog steeds kunnen liken. Je zou het bijna vergeten, ja. Maar bijna vergeten. Even voor mijn duidelijkheid, want ik zie hier drie camera's staan. Dat wordt automatisch geschakeld. Ja, ja, zeker. Dit is eigenlijk de podcastruimte. Het is nog niet af. Qua decor moet er nog een en ander gebeuren. Onze tv-studio wordt nog opgebouwd. Mm-hmm. Moet nog licht komen. Dus dit is niet de plek waar wij altijd gaan opnemen. Het rondje langs de buitenlandse velden, andere video's. Maar dit is de podcaststudio. Nou, als het geluid goed is, het licht is goed. En de stem is goed. De kop is goed. Dan moet je liken. Dan moet je liken, ja. Ja. Ben je nog iets kwijt over de assist van Weghorst op Garnacho? Nee. Nee? Waarom niet? Waarom zou ik deze over kwijt willen, eerlijk gezegd? Het was een goede bal. Dat is een goede bal, ja. Nou, dan wil ik erover kwijt. Dat was een goede bal. Nou, maar Wout Weghorst, zijn moment komt nog. Zie je wilt toch wat, ja. Nou, maar kijk, nou, ik weet waarom je het vraagt. Want er is natuurlijk veel kritiek geweest op Wout Weghorst. Waarom is Wout Weghorst in godsnaam de spits van Manchester United? Hè, dat idee. Toen hij gehaald werd, mensen waren toch verbaasd over. Maar Ten Hag stelt hem elke wedstrijd op. In de basis. Elke wedstrijd. In de basis. Nou is er ook niemand anders om op te stellen. Maar dat is lullig. Ik vind dat hij na zijn capaciteiten zijn rol prima invult, maar dat zeg je vaak over mensen die hard werken. En dan vul je eigenlijk een rol niet in zoals je misschien zou verwachten van een United-spits. Maar dit is het. Dit is Wout Weghorst. En ik vind dat hij dat prima invult. En dan is zo'n assist inderdaad prima gedaan. Maar er komt een League Cup finale en ja, er zal toch wel een keer een bal voor zijn voeten vallen en dat hij hem binnen kan rammen in een finale. Dat zou voor hem wel... Ik denk wel dat we dan wel wat emotie gaan zien loskomen. Maar het zou voor Ten Hag en voor United en het project en de richting die het opgaat wel heel erg prettig zijn als ze die league pakken. Hoe onbelangrijk zo'n prijs misschien ook is, maar het is voor United op dit moment echt een belangrijke prijs. Nou, zeker tegen een goede tegenstander ook, Newcastle United. Het is silverware natuurlijk, zo noemen ze dat in Engeland. Ja. Dat is gewoon prestigieus. Niet zo prestigieus als de FA Cup misschien, maar toch. Je kan er maar 18 namen bestaan toch als Ten Hag. Ja, en het zegt wel iets over hoe goed georganiseerd een ploeg is. Want je moet wel in die finale komen. Je moet dan die hele december en januari periode overleven. En het is geen makkelijke prijs om te winnen. Mourinho was er altijd mee bezig met die League Cup. Die wist, zo'n februari een prijs pakken. Dat is heel goed voor de maanden na, maart, april en mei, hè, de finale maanden. Zeker nog, Mourinho zei toen toch, toen hij ontslagen werd bij Tottenham, dat hij hem... Voor de helft gewonnen heeft. Want hij werd een week voor de finale ontslagen natuurlijk bij Tottenham. En hij heeft hem voor de helft gewonnen. Hij heeft op zijn eigen cv een halve beker neergezet. Dat klopt inderdaad. Dus zo belangrijk vond Mourinho die prijs. Briljant eigenlijk. Ja. Toch? Ja. Gaat Arsenal nog een prijs pakken dit seizoen?
Nou, woensdag om 8:00 de grote wedstrijd. Ja, er is Champions League voetbal, maar er is ook een kraker in de Premier League. Dat wordt kiezen. Ja, ik weet het wel. En City is bij een overwinning koploper op basis van doelsaldo. En een wedstrijd meer. En een wedstrijd, ja, en een wedstrijd meer, zeker. Ja. Ja, dus het zegt eigenlijk niets, maar ik... Maar Arsenal weer punten laten liggen? Dat ja. Verloren bij Everton en nu weer gelijk tegen Brentford in eigen huis? Ja, maar dat kan, hè. Brentford is natuurlijk al 10 wedstrijden op rij ongeslagen. Die hebben gewonnen van in die reeks van City en Liverpool. Die spelen nu gelijk tegen Arsenal. En Ivan Toney, de favoriete spits van Jarno, die was weer heel goed tegen de centrale duo van Arsenal. Daar hadden ze geen grip op. En ja, Arsenal is geen ploeg die dit kennelijk een heel seizoen lang kan volhouden. Dat is ook niet vol te houden, want ook City houdt het niet vol. Die hebben ook een lastige periode gehad. Ja, bij City trouwens, ik weet niet, misschien kan ik het daar morgen met Jarno over hebben, maar er stond iemand linksback. Dat is toch wel verrassend, dat Bernardo Silva als een soort van linksback voetbalde. Maar het is een heel ander onderwerp. Wat was de vraag eigenlijk? Of Arsenal nog een prijs gaat pakken dit seizoen. Welke prijzen komen ze voor een aanmerking? De Premier League? Nee. Nee? Nee. Nee, de wint City. Ja, dat heb jij heel het seizoen al gezegd. Ja, en dat gaat ook... Omdat City, je ziet ook dat daar... daar kan even Kevin de Bruyne een week lang op de bank gezet worden. En die komt er allemaal weer in. En dan kan Riyad Mahrez twee wedstrijden missen. Dan kan Jack Grealish even op de bank, want dan kan Phil Foden er weer bij. Als Haaland niet meedoet, kan Julian Alvarez erin komen. Mm-hmm. En je ziet toch bij Arsenal dat ze hebben het natuurlijk geweldig gedaan. En ook tegen Brentford deden ze het prima. Trossard gescoord. Trossard, die als aankoop inderdaad gescoord heeft. Maar als daar 1 of 2 spelers voor 1 of 2 weken wegvallen, of langer, en het is te hopen dat Gabriel Jesus er weer bij komt, zodat daar voorin weer iets anders komt en dat het elftal weer makkelijke wedstrijden gaat winnen. Dan zie je dat het toch op termijn punten gaat kosten. En dat City nu dichterbij komt. Maar het gaat tussen Arsenal en City. En het wordt heel spannend. En ja, woensdag zal blijken of Arsenal het geweld van City aan kan. Want die zijn natuurlijk nu wel gebrand om ook wat er gebeurd is in de media. En natuurlijk de aanklachten, 110 aanklachten tegen City. Die hebben natuurlijk intern wel iets wakker gemaakt. Je ziet ook de manier waarop Guardiola nu de media toespreekt. Hij is vurig, hij is bozig. Hij is bezig met die 19 andere clubs. Die willen ons kapot maken. Die willen ons naar championship of lager hebben. Die zijn het niet eens met onze machtspositie. Ze willen ons kapot maken. Zo praat hij nu een beetje. En dat zit natuurlijk ook bij die spelers nu op dit moment. Dus ze zijn bezig om met de missie en het tegendeel proberen te bewijzen op het veld. In hoeverre dat mogelijk is. Je zegt net tegen mij, ik wil niks kwijt over de assist van Wout Weghorst. Wil je wel iets kwijt over de assist van Erling Haaland? Ja, daar wil ik wel iets over kwijt, ja. Stel. Omdat ik dat van hem niet verwacht. Nee. Aan de zijkant met zo'n bal met zijn rechtervoet daar neerleggen. Prima assist. Strakke bal, was echt. Ja, maar wel slecht verdedigd, hoor. Want ik vind eigenlijk dat dat je Haaland daar niet aan de zijkant kunt laten passeren en die bal kunt laten geven. Dus ik vond het ook wel slecht verdedigd. Dat moet er wel bij gezegd worden. Maar hij is een beetje zijn magische scorende vermogen kwijtgeraakt. Hè? Nou. Hij scoorde te veel, was het probleem. Dus en sinds dat een probleem is hij gestopt met scoren. Denk, dan scoor ik niet meer. Dat is het. Nee, dat is het niet. Nee, dat het is gewoon niet, een jongen die volgende week weer 3 maakt in een wedstrijd. Hij nam niet de strafschop. Nou, er was nog. Heb je dat meegekregen? Rodri wilde de strafschop nemen. En Riyad Mahrez, die waren toch een beetje aan het harnassen. Haaland stond er wel bij. Maar kennelijk is daar niets over afgesproken. Of iemand gaat dwars door alle afspraken heen. Dus er moet wel iets opgelost worden in de kleedkamer. Het is toch wel gekker dat gewoon in een vol stadion kan. Dat spelers gaan ruzie om wie de strafschop mag nemen. Terwijl iedereen verwacht dat Erling Haaland hem zou nemen. Ja, ja zeker ja. Hey, we hebben niet heel veel tijd meer. Dus Duitsland en Italië gaan we in andere video's bespreken waarschijnlijk. We zijn nog wel 1 eentje vergeten in Spanje. De eerste goal van Memphis bij Atletico Madrid. Ja. Goeie goal. Wereldgoal. nou, belangrijke goal. Celta de Vigo uit. Sowieso een uitwedstrijd van Atletico Madrid. En Simeone heeft aangekondigd in januari. Ik heb spelers nodig die dit elftal straks aan het eind van de rit bij de eerste 4 krijgen. En het probleem van Atletico is uitwedstrijden winnen. Dan staat het 0-0, Celta de Vigo uit. Dat is echt een lastige uitwedstrijd. Ook al doet Celta de Vigo altijd strijd tegen degradatie. Maar het is een vervelend elftal.
om je punten te pakken. En dat dan Memphis een minuut voor tijd uit de draai zo'n bal binnenschiet. Dat is voor Simeone heerlijk, dat is voor Memphis heerlijk en dat is voor Atletico heerlijk. En het was dankzij Oblak en een aantal wereldsaves dat Atletico lang in de race bleef. Maar die hebben het heel erg lastig. Ik heb toch het idee dat bij Atletico dat die kruipend op weg zijn naar de eindstreep. En dat Simeone ze bij die eerste vier wil brengen. Mijn missie is voldaan. Ik heb ze weer in de Champions League afgezet. En succes aan de nieuwe trainer. En dan kan João Félix weer terugkomen. En dan kan Memphis op zoek naar... of blijven op zoek naar een nieuwe club. En dan kan Simeone ook op zoek naar een nieuw avontuur. Wellicht in de Serie A. Behalve dat iedereen moet liken, wil je verder nog iets kwijt? Dat ik het weer gemist heb, hè. Dat ik toch 2 weken lang niet on-air was. Zo, het was afzien, hoor. Ja, het was afzien, hè. Nou, serieus? Ja. Ja, ik heb ervan genoten. Vond het goed? Ja, ik vond het leuke vragen. En ik vind het ook mooi dat we voor het eerst met het publiek zitten. Want het is kijken al een aantal minuten. We zitten hier best lang natuurlijk altijd aan het woord. Of we zijn lang aan het woord. Met het publiek voor het eerst. Het voelt prettig. Dus binnenkort gewoon een vol stadion, hè. Lijkt me goed. Wil je nog een tipje van de sluier geven wat betreft het elftal van de week? Wat je met Jarno Verwij gaat opnemen? Ja, er staat een Nederlander in. Eentje? Eén, ja. Het is niet Frenkie. Het is niet Frenkie de Jong. Is die, het is wel een potentieel voorbijgekomen? Ja, deze is wel allemaal zo'n keer. Nee, niet voorbijgekomen in deze uitzending, nee. En ik heb de nieuwe Haaland ook in het elftal staan. Zo? Ja. En hij heet ook bijna Haaland. Oh, dat is die speler van... Hij heet Huurloend. Tegen Lazio was het. Atalanta, ja. Atalanta, ja. 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 Dus die staat er ook in. Die staat er ook in. Althans, hij staat er nu nog in, want er worden natuurlijk op maandagavond nog wedstrijden gespeeld. En het is een actuele elftal. En mocht Cody Gakpo de 4 maken tegen Everton, dan zullen we Cody Gakpo natuurlijk nomineren. Uitstekend, Sully. Mag ik jou bedanken voor je tijd? Ja. Sully, dankjewel. En jongens, natuurlijk bedankt voor het kijken. Wat Sully zei, doe een duimpje omhoog. Tenminste, dat zei Sully niet, zei ik gewoon. Moet je gewoon doen. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan zie je graag terug bij de volgende voetbalvideo van Voetbal International. Helemaal top. Top, hè?